Ja, als je snel 1-0 voorkomt, dan wordt het natuurlijk wordt het wel veel vlotter. Hè. Dan, uh, dan moeten zij eigenlijk het spel gaan maken en daar waren ze absoluut niet op voorbereid denk ik. Hè. Je weet dat als je tegen weken speelt, dat je normaal gezien altijd spel moet gaan maken en dat zij meer gaan loeren op de counter. En uh, als je dan na een anderhalve minuut een doelpunt kunt maken, ja, dan, dan kun, je, kun je op een andere manier die wedstrijd eigenlijk aanvatten. Zeker als je dan nog, wat uh, nou, was het, een half uur of zo denk ik, dat uh, met 10 man komen te staan. Ja, dan, wordt het, dan wordt het nog gemakkelijker. Maar we moeten wel gefocust blijven, want af en toe kunnen ze natuurlijk gevaarlijk uitkomen. Maar denk ik wel dat we dat gedaan hebben. En al, bij al wel een vlotte overwinning. Hè. Maar tijdens de rust nog altijd wel 1-0. Wat heeft de trainer gezegd? Ja, ik denk dat iedereen wel wist dat we gewoon voor de tweede moesten gaan. En dat hebben, we ook, dat hebben we ook gedaan. Ik denk dat je niet moet gaan speculeren op die 1-0, want dat is, dat is als je tegen 10 man staat, dat is er nergens voor nodig. Uh, ja, en, dat we, en dat hebben we gedaan. En, en ik denk dat die in 2-0 uh, nog vrij snel uh, veel ook. En, en dan is het gewoon het goed gevoel dat je die wedstrijd uh, volledig controleert. En dan voelen hun geloof ook helemaal uh, wegglippen. Uh, en dan kunnen de match ook rustig uitspelen. En hoe je het om voor een uitverkocht stadion te spelen? Uh, dat is fantastisch. Dat is echt, uh, denk dat ik uh, ja, denk dat ik het nog niet heb meegemaakt dat het volledig is uitverkocht. En, uh, Oh, ja, het was denk ik misschien nog op een paar plaatsen al en ben nog leren uitverkocht. Dus, uh, ja, het, was, het was geweldig, de sfeer was fantastisch. Uh, we hebben een heel mooie week achter de rug na de bekeroverwinning tegen Oostende. En uh, we zijn vandaag op de. En kan je echt alle nummers meezingen die je hoort uit de tribunes, of is dat gewoon één grote baas die over het veld hangt? Ik kan dat denk ik wel.